historicus. Ja, ja. De procent, ja, was geen grote vriend van Graaf Dunner. Nee, zeker. Alleen, en Graaf Soester zei altijd dat het boek wat, wat ja, Meijer geschreven heeft over, ja. Over Graaf Dunner, ja. Was met vitriol geschreven. Ja. Dat was geen, daar heeft een heleboel persoonlijke dingen hebben daar ook een rol bij gespeeld. Ja, ja, dat maar, weet ik, ja. Dat is een, ja, dat is zo, ja. Goedemorgen iedereen, ik ben op het verkeerde been gezet. Kom. Dat gebeurt wel eens. Omdat in de eerste plaats heeft Paul tegen mij gezegd, er is geen Zoom. En in de tweede plaats staat ook op de aankondiging van de Joodse gemeente dat alle Shiurim deze week een Zoom hebben, zoals gewoonlijk. En bij de vandaag staat geen Zoom. Dus kiesgelukken pas geregeld. Oh, dat wist ik niet. Nee. Maar dat heeft mij dus een iets ander onderwerp vandaag doen voorbereiden. En daar moet ik naartoe was. Nee, nee. Dus met, ja, met enige excuses, hoe dan ook, een iets ander onderwerp heeft doen voorbereiden. Ik zag ook pas op het laatst dat daar staat dat ik zou spreken over de dienim van Pesach. Ik wil daar wel een begin iets over zeggen. Maar ik heb juist iets anders eigenlijk voorbereid. Ik dacht, nou ja, als we vandaag zijn met een betrekkelijk klein gezelschap en de Zoom-mensen zijn er niet. En daarom wilde ik dus niet doorgaan met de Gemara zelf. Want omdat als er volgende week wel weer een Zoom is, en dan zit er een gat tussen. Dat vind ik toch, voor de mensen die serieus meedoen, vind ik dat niet zo, zo prettig. En ik heb daarom heb ik besloten gehad om, en dat is misschien dat is een tussenweg, om de Mishne van de derde perek van Moed Katan met jullie door te nemen. Omdat je dan meer een overzicht krijgt. En dat maakt uiteindelijk het leren van de Gemara vanaf volgende week weer makkelijker. Dus misschien doen we dat. Maar ik wil wel eventjes, omdat we er net over gesproken hebben, over Pesach, wil ik dan het volgende zeggen. Het is een hele, we hebben dat al vaker gezien in de Gemara, trouwens tussen het haakjes. We hebben ook in de Gemara geleerd, als u zich herinnert, de grote COVID die vroeger, die men gehad heeft, en misschien nu nog heeft, maar in ieder geval, de grote COVID die men had voor de rabbijnen en voor de rabbanim, dat ging zo ver dat zelfs moet u zich herinneren, die Gemara al eens de enige tijd geleden, dat leerlingen en dergelijke niet nauwelijks in de buurt van de rabbanim hebben mogen staan bij de tefila. En vooral niet direct in zijn buurt wanneer hij naar achteren ging of naar voren ging en dergelijke. En dat is, er zijn maar weinig dingen nog van over. En hier in Nederland, het feit dat men wel wacht totdat de rabbijn klaar is met de Shmone Esser is één van die dingetjes. Maar voor de rest is het natuurlijk heel veel verwaterd. Maar in de grotere shuls, goedemorgen, Legstraat en Obrecht, kon je duidelijk zien dat de rabbijnen apart staan. En zelfs in de Obrecht en Gabbaim ook. Of misschien dat een aangenomen minnik is. Ja. Nou goed, wanneer we het gaat over het decorum. Was dat vorige week? Dat kan, ja. Ja, het hele decorum is natuurlijk een beetje verwaterd in onze tijd. En zeker in Nederland, waar alles de socialistische kant op gegaan is. Ook op het gebied van religieuze zaken. Nou, eventjes over Pesach. Om te laten zien hoe de psukim van de Torah uiteindelijk van, zijn natuurlijk van groot belang, maar hoe je daarin terug kunt vinden hoe onze dinim eigenlijk zijn ontwikkeld en ontstaan. Er staat, de één pasuk staat bij de Pesachoffer, Al-Machzot Umororim Yogelu. Wat betekent dat? Dat het Pesachoffer, dat werd gegeten, of moest worden gegeten, Al-Machzot Umororim, met matze en maror samen. Is één van de opvattingen die dus niet de praktijk heeft herhaald. Maar een van de verklarers zegt dan, dus is het eten van matzah, dus is het eten van maror, is niet midoraita in deze tijd, want we hebben geen korban pesach meer. En matzot,
zeggen we toch, is wel midoraita. De mitzwa om matzot eten is een mitzwa midoraita. Waarom? Dan komt de Gemara en zegt, waarom? Omdat er een aparte pasuk is. Die aparte pasuk die over matzah spreekt is, ba'erev tochlu matzot. Dat is een aparte pasuk die zegt, 's avonds behoor je te eten matzah. En dan is de bekende limoed, die u waarschijnlijk allemaal kent, de vergelijking die gemaakt wordt tussen Sukkot en Pesach. De eerste avond Sukkot is het mitzvah echt midoraita om te eten in de soepa. En door de rest van de dagen van Sukkot is die mitzvah minder scherp, zullen we maar zeggen. En hetzelfde geldt dus voor de matze op Pesach. Eerste avond Pesach, bij erf toch noem matzot, is een aparte pasuk. Betekent dus dat het eten van matzah een echte midoraita is, een plicht van de Torah om de eerste avond het een gezaaid matze te eten, om de plicht te doen van matze. Hoe zit het dan met de andere dagen? Dan is het interessante andere limoed. Dus die zeggen we iedere ochtend, zeggen we aan het einde van Ezehume Koman, zeggen we er zijn 13 verklaarpunten van de Torah. En één daarvan wordt hierbij dus aangehaald. En het is het volgende. Er staan twee psukim helemaal los van de psukim die we net genoemd hebben. Namelijk, de ene pasuk, daar staat, 7 dagen moet je matzah eten. En de andere pasuk staat, 6 dagen. Dat spreekt elkaar dus tegen. En dan is er dus een van de regels waarmee de psukim uit de Torah worden verklaard, is wanneer je 2 psukim hebt die elkaar tegenspreken, dan is 1 pasuk is echt de wet en de 2e pasuk geeft aan dat het een reshoet is. Ik ga er nu niet uitvoerig in, ik zal het van de volgende week en dan misschien nog wel doen als we meer spreken over de dinim van Pesach. Maar als er dus staat 6 dagen moet je matze eten en er staat 7 dagen meer, dan betekent dat, net zoals de 7e dag niet eigenlijk hoort bij de oorspronkelijke plicht, want die staat apart genoemd, het is de 7e dag, mag je nog weliswaar geen gametz eten, maar je hoeft niet matze te eten. Zo is het eten van matze gedurende die 6 dagen die genoemd worden in die andere pasoek, van 6 dagen moet je matze eten, is een reshoet, een vrijelijk iets. Je hoeft het niet te doen, maar je mag het wel doen. En waar leer ik dat uit? Dat leer ik eruit, omdat er 2 psukim zijn. De ene zegt, 6 dagen moet je eten, en dan 7 dagen moet je eten. En dat spreekt elkaar tegen. En dan betekent dat gewoon dat 1 van die dagen is de 7e dag, is het helemaal reshoet. En die wordt gelijkgesteld aan die 6 dagen. En die 6 dagen zijn dus ook een reshoet. En alleen de eerste avond, omdat er een aparte pasuk staat, waarin staat bij erf toch no matzot, dat is de werkelijke plicht om de matze te eten. En aan de hand daarvan zijn dus een heleboel, zal ik maar zeggen, in de loop der tijden geschreven over de vraag, moet je nou wel of moet je niet matzen eten? Er komt altijd de vraag naar boven, hoe moet je het doen op Shabbat? Shabbat moet je toch een maaltijd hebben? Moet je toch eigenlijk hamotzi zeggen, de bracha hamotzi, leg hem in aard. Zou je dus wel moeten eten matzen? Maar goed, dat is een apart probleem. In ieder geval, dat wil ik dus niet zeggen, maar de vraag is dus, er zijn dus mensen die eten dus bij voorkeur heel Pesach shimuri matze. De echte dien om shimuri matze te eten als het mogelijk is, is alleen de eerste avond. Dat zijn shimuri, ushmartem, hè? Echt speciaal de dienim van matze in acht nemend, is dus de eerste avond. En de andere avond hoef je dus in principe geen shimurim te eten, maar zoals het gegaan is in de loop der eeuwen, zijn een heleboel poschim ook, die dus gezegd hebben, het is toch een speciale mitzwe om het te doen. Je hoeft het niet te doen, maar in wezen zijn mensen die dat dus wel doen. Het is wel zo dat de shimurim, ze zijn natuurlijk de speciale mitzwe, en u hebt misschien allemaal wel eens in het verleden gezien, er stonden fotootjes van jaren geleden ook in het NIW, dat Rav Soester is vaak geweest op het moment dat ze begonnen zijn, het koren in Groningen was het, meen ik, te maaien,
dat ze aangekocht hebben om de matjes te maken. En dat is op Soester geweest, speciaal. En de boer op wiens veld dat koorn gemaakt is, die zei altijd, het is een grote eer voor mij dat ik dat aan u mag leveren. Hè? Dus, ja. Gezaaid, maar ze moeten een schoenmatse zijn? In principe is, als je het kan, moet het een schoenmatse zijn. Ja, ja. Maar goed, het is tegenwoordig zo dat de gewone matse is natuurlijk in principe goed, maar de extra mitswe is schoenmatse. De gewone matse is goed. Ik heb één keer meegemaakt dat mensen die echt heel precies meestal de mitzvot in acht hebben genomen, daar waren we op vakantie op Pesach, en die hadden Hollandia-matzen gekocht, waar geen mensen niet uit Nederland oorspronkelijk, Hollandia-matzen gekocht voor Pesach, maar het waren niet koos op Pesach-matzen. Of die nou wel of niet goed waren, weet ik niet, maar in ieder geval... Maar ze zijn wel vaak veel lekkerder. Nou, dan is ze... Nee, ik bedoel de kosher shimori-matzen, zodat je me niet verkeerd begrijpt. Ik weet wel dat vroeger, dat de fabriek in Enschede is vergeleken bij alle andere fabrieken veel later begonnen met de fabriek 18 minuten stil te zetten. Hè? Ja. Men heeft het berekend op de een of andere manier, dat kan ik niet... weer niet hoe ze dat gedaan hebben, dat wanneer je langer doorgaat en er blijven steeds resten liggen op die banden, dat gaat natuurlijk heel vlug, maar dan is er tegen een kansje misschien dat er iets gemeens wordt. Dus de meeste fabrieken in de wereld zijn toen begonnen met de fabriek voor Pesach bakken, iedere 18 minuten stilte. Het was hier helemaal niet bekend. Ik weet nog, toen ik in de yeshiva leerde in Israël, vlak na mijn eindexamen, toen was daar een jongeman uit Zürich. En diens vader, die was de directeur van de Zwitserse matzenfabriek. En die vertelde me ons van 18 minuten. Hier was dat toen nog helemaal niet. Nu, was het dan hier? Weet ik niet. Niet. Maar dus, ik heb toch werkelijk... Leert 18 minuten. Ja, nu doen we. Later moet je een bepaalde temperatuur hebben, koud. Ja, dat is maar een salon, ja. Het mag niet in de zon. Vroeger dacht men dus dat water een rol speelde als het niet die goede temperatuur had. En daarvan is dus gekomen dat Maim Shelanu, het water wat overnacht gestaan heeft, om een goede temperatuur te krijgen. Omdat men was dus bezig heel erg met dakdek dat het geen gemeets wordt. Je mag dus boeren met Pesach geen matzes eten. Dat is facultatief. Maar die niet kosher matzes, die mag je dan wel eten? Je mag eigenlijk... Eigenlijk zo. Dat hele niet eten van matzes tot vlak voor Pesach is eigenlijk voornamelijk bedoeld om je... Laat ik zeggen dat het iets bijzonders is als je het dan doet. En de echte halacha is dat je moet die matze niet eten, de shem matze, als je dus Pesach nadert. En of je dat niet, er zijn mensen die eten niet vanaf Purim, er zijn mensen die eten niet vanaf Nisan, en uiteindelijk is het eigenlijk alleen maar zo dat je moet niet eten erev Pesach, de dag van tevoren. Alles wat je voor die tijd doet, is echt niet zo'n ding. Maar wat wel bijvoorbeeld is dat er een verdeling bestaat, zou je kunnen zeggen, tussen mensen. Er zijn mensen die dus zeggen, nou, het is een bijzondere mitswe om echt die matzen met de handen te bakken, dus handgemaakte matzen. En er zijn mensen die tegenwoordig zeggen, ja, maar de fabrieksmatzes zijn veel zeker dat daar niks mee gebeurd is. En er zijn dus mensen die eten principieel geen handmatzes. En er zijn mensen die eten principieel geen machinematzes. Ja, dat zijn allemaal dingen die in de loop der tijden ontstaan zijn. En dus niet van echt heel belangrijke. Maar ja, laat maar liggen. Ja, dat is
Dus ja, God, ik wilde dus, ik heb dat meegebracht. Dat, ik heb daar kopieën van gemaakt, van die derde perek van Moed Katan. Om dat met u dan door te nemen. En dan zal ik nog volgende week, zal ik dan wel meer ingaan op de dienst van Pesach eventueel. Ik zal het bespreken met Paul. Mag ik u dan deze dingen... Hebben jullie... Eruit delen? Geen maar. Ja, maar ik heb verschillende bladzijden. Ja. Hier, dit is bladzij, staat erop. Dit is Gaf Gert. Ja, dit is Gaf Waaf, 26, dit is 28. En nee, 24 heb ik hier. Ja. 25, 24, 25. Ja. 6, 7 en 28. Ja, ja. Nou, ik weet niet of u... Degene die de Zoom meedoen. Gewoon Mishnayis. Dus niet de Gemara. Gewoon Mishnayis van Moed Katan hebben. Zal ik me alleen even op deze houden? Of weer die andere? We gaan beginnen op bladzij... Gavdalet. Hè? Ja. Deze zie je. Is er een over? Ja, eentje over. Ja, mag ik zeggen, is Gavdalet, Gavgimmel is er niet? Ja, dat is ook niet. Nee, Gavgimmel moet er ook zijn, toch? Ik zal kijken. Is geen Gavgimmel? Gavdalet. En dit is Gavdalet, dit hoort hierbij. En dit is Gavgert. Oh, nou. Dan moeten we beginnen op Gavdalet. Dat is een sperk. 3 van Moed Katan in de gewone Mishnayis. En Gaf Gimel hebben we dus niet. Dan beginnen we met Mishne Gimel. En dan moeten we dus als... Kavdalet is er wel? Ja. Ah, Kavdalet is er wel. Ja, Kavdalet is de laatste. Ja, oké. Kavdalet 24. Het is de eerste dus. Ja. Kavdalet. En dan moeten we in de... als nog even van tevoren zeggen... Want daar gaat het natuurlijk allemaal over... Dat de Chachamim met name... hebben toch geprobeerd... om de Chol HaMoed dagen... tot een zekere mate van Yontef te verheffen. Dat is natuurlijk... misschien afhankelijk een hele moeilijke zaak geweest, want het was zo dat ook in de Torah staat, vooral bij de twee feesten, bij Pesach en bij Sukkot, de eerste dag is Yontef en de laatste dag is Yontef. En de tussendagen zijn natuurlijk wel Yontef, want daar is een speciaal korban gebracht, een speciaal offer in het Beit HaMikdash. En je kon ook op die dagen nog brengen je verplichtingen die je moest brengen wanneer je naar Jeruzalem kwam. Maar het is een beetje een tussendag geworden. En dat heeft zich ook gemanifesteerd in de latere geslachten, zou je kunnen zeggen. Atayomazee. De Ashkenazische. Er zijn een aantal dingen die men heeft verboden om niet te doen. Met name die dingen die, wanneer je ze niet nu doet... Die geen schade veroorzaken. Maar dingen die dus wel een schade veroorzaken als je ze niet doet. Dus die je echt nu moet doen. Ja, die mag je op Chol HaMoed in principe, laten we zeggen, bijzonderheden misschien uitgezonderd, maar in het algemeen, die mag je dus in principe doen. Hetzelfde zien wij terug in bijvoorbeeld de Minhagim van... De Ashkenazim die bijvoorbeeld op Chol HaMoed gewoon tefillin leggen. Ik weet eigenlijk niet of dat ook te maken heeft met het feit dat de Ashkenazim wat makkelijker zijn, als dat zo is, met betrekking tot het doen van gewoon werk ten opzichte van de niet-Ashkenazim. De niet-Ashkenazim leggen dus geen tefillin op Chol HaMoed als teken van... dat het nog een Yontef is. He, en u weet, altijd het grote probleem, tegenwoordig, nu we gelukkig hebben, de staat Israël,
en mensen weer naar Israël gaan en van Israël weer teruggaan, is altijd een discussie. Moet je dan wel die tweede dag of die tweede dag jontef houden? En moet je dit houden of dat houden? Maar één ding is eigenlijk, en dat wordt door velen toch wel ook wel aangenomen, de laatste dag jontef, dus de wat wij noemen de achtste dag jontef, in Israël is een echte weekdag. Ja? Dan is echt jontef voorbij. Er is geen jontef meer en geen Chol HaMoed. En de mitswe van tvillin leggen is een tvillin doraita. Dus met andere woorden, die mensen, er zijn ook mensen, en wij hebben het ook toegedaan, ik heb het toen naar Shale gevraagd, die leggen die moeten houden wel die achtste dag jontef, in de zin van dat we nog niet de dingen doen die op jontef verboden zijn, maar we leggen wel tvillin. Omdat je kunt niet die tevillin mitsen van tevillin die je... Kijk, niet doen is nooit zo erg als iets wat je wel moet doen, niet doen. Want dan doe je iets niet wat je moet doen. Ja? Waar komt dat idee vandaan dat je op Shabbos en Yom Tov geen tevillin hebt? Omdat tevillin zijn een teken van een verbond ook tussen het Joodse volk en de Kozborgu. En de Shabbos is ook een teken. Een speciaal teken. We hebben niet nodig om op Shabbos nog een extra teken te doen. Shabbos is een zodanige, staat zodanig, laten we zeggen, in het teken van de verbinding tussen ons en de Akkoos Borgu. Het is een teken dat de Akkoos Borgu de wereld geschapen heeft, dat, enzovoort, enzovoort. Dus een extra teken hoef je dan niet te maken. We zijn er half genoeg. Ja. Ja. In de Sjoef bij Raf Hamburger wordt in Chol HaMoed wel tevillin gelegd. Ja, er zijn Ashkenazische Sjoels die dat doen. Ja. Goed, ja. Maar het is überhaupt... Het is, helaas, hoe je het noemen wilt. Er is in Israël natuurlijk heel veel verschillen in Minhagim. Dat komt niet altijd de eenheid ten goede. Dat is ook zo, ja. Dat brengt ook altijd weer de discussie op van, moeten we niet één keer, maar goed, het voert nu te ver om daarover te gaan discussiëren natuurlijk. Moeten we niet wachten tot er een keer een Sanhedrin komt die één bepaalde lijn geeft. Kijk, Chabad zegt bijvoorbeeld, als je in Israël bent, te gast, je blijft, je weet dat je niet blijft, maar je bent jontef daar. Ik geloof dat Chabad dan zegt dat je maar één dag hoeft te houden. Ook de Chacham Tzvi heeft zo gepaskend. Dat je dat moet doen. Maar tegenwoordig is het toch zo dat de meeste poskim zeggen dat wanneer iemand niet de bedoeling heeft om te blijven en dus maar tijdelijk daar is, dat hij zich moet richten naar de plaats waar die weer naartoe teruggaat en waar die vandaan komt. Dat überhaupt, dat de, laten we zeggen, dat doen van mitzvot naar de plaats waar je vandaan komt, speelt ook een rol in de discussie die vorige week actueel was met de Megillah lezen. Gaat iemand alleen maar op Yont, alleen maar Purim naar Tel Aviv of naar Jeruzalem, dan moet hij zich dan houden aan de minnek van Jeruzalem of de minnek van Tel Aviv. Dat is een hele lange Mishne Brura over, die werkt dat precies uit hoe je dat moet doen. En er zijn verschillende opvattingen over. Maar goed, dat even in het algemeen, komen we terug op de Chol HaMoed dagen. Dus in Chol HaMoed heeft men dus een aantal dingen, heeft men dus verboden. En met name om niet iemand het idee te geven, het is een gewone werkdag. En als we dan kijken op bladzij Kaf Dalet, dat is dan weliswaar middenin, maar van die Mishne. Maar je mag dus wel wassen op Chol HaMoed, mit begot hasaparim. Dat zijn de schorten die de kapper voor je beschermschorten van de kapper voor de haartjes. Die mogen gewassen worden op Chol HaMoed. Omit begot hasvak en badhanddoeken en hazavin wazavot. Wanneer dat waar Jordot en alle dingen die alle kledingstukken van mensen die dus onrein waren en waarvan
die ze toch mochten gaan gebruiken op Yontef. Begon Aolin, Mitsuma de Tara. En überhaupt alles wat van onrein werd tot rein. Omdat de, u weet, er zijn verschillende hoeveelheid dagen die bepaalde dingen onrein, ook personen onrein bleven. Bij sommige onreinheden was je maar één dag onrein. Bij sommige was je een hele week onrein. Wanneer de dag dat het rein werd, mocht je al die kledingstukken wassen. Een harelo mutarin, oesje aarkoladam. Maar de normale dingen voor de normale mensen, de normale in de zin van mensen die dus niet onder deze hoofdstukjes vallen, die, voor die was het niet toegestaan om dingen op te wassen. En u moet zich voorstellen dat het wassen vroeger, dat was een hele inspannende bezigheid. Dan moesten ze naar de bron gaan vaak en dan met zo'n ding eroverheen wrijven. En dat was natuurlijk heel tegenwoordig zijn heel veel mensen die maken zich dus een hetter, omdat ze, ja, tegenwoordig heb je wasmachines. En ja, er is natuurlijk ontzettend veel veranderd. Er is veel veranderd. Moet je dus inderdaad, het was inderdaad een er is een heleboel veranderd. Uitgaande Shabbos, dat je gewoon, dat ging niet wassen op zo'n wasbord. Weet je nog wel zoiets? In de rariteitenwinkel kan je dat nog ergens vinden. Ja, ik weet dat zijn veranderd. Zijn bijvoorbeeld met name in het treurdagen. Dus dat bedoel ik mee de treurdagen als helaas als mensen zelf in de familie iets hebben, maar ook de treurdagen van de negen dagen Aaf en Tisha B'Aaf, waarin de halacha toch voorschrijft dat je je niet verfrist en dergelijke, en dat moet doen. En dan zeggen we, ja, maar het gedeeltelijk is dat weer tegenwoordig iets van hygiëne geworden. Je moet er weer opletten dat je daar niet je aan bezondigt, dat je risico's loopt, et cetera. Er zijn dingen, ja. Negen dagen of zo. Dat je in Israël woont en het is verschrikkelijk heet dat je niet in de ja, kan wassen. Ja, dat zijn dingen die veranderd zijn. En het interessante is, trouwens, dat wanneer je leert, we hebben dat geleerd in Taanit, meen ik, destijds, als je kijkt in de Gemara, nou, dat is het bijzondere eigenlijk aan het Gemara leren, in die tijd waaraan die dingen nog niet heel duidelijk zwart-wit vastlagen, had je ook van onder de geleerden zelf, die dus de ene deed het zwaarder, die paskende zwaarder, en de andere paskende lichter. Dat had je. En we zullen hier zo direct zien dat in de Mishnah ook brengt, ten aanzien van bijvoorbeeld wanneer een shive zou moeten beginnen. Wij zeggen wanneer shive begint vlak voor Yontef, en het is dan eerst Yontef, dan breekt de Yontef de shive af. He, en is afgelopen. Maar de Mishnah zegt, ja, drie dagen van tevoren is al voldoende. Dus drie dagen van tevoren iemand begint shiva te zitten, drie dagen voor Yontef, dan is met Yontef is het af. Ja, ook al. Die dynim zijn heel verschillend. Ze hebben, natuurlijk, uiteindelijk hebben ze een bepaalde richting gekregen. En de Shulchan Aruch, die maakt korte metten en zegt, zo is de dien geworden en zo moet het houden. Maar in de oorspronkelijke tijd, ja, was er veel discussie over. Hoe moet dat nou? Moet dat wel zo? Moet dat niet zo? Is dit zwaarder? Is dit lichter? Enzovoort, enzovoort. Ja. Hoe is dat met bijvoorbeeld de handen wassen in de tijd van COVID? Absoluut toegestaan. Verplicht. Verplicht. Tijd van, niet alleen dat het verplicht is, maar het is de bekende psak van de van die was dat? De Chasam Salver. In zijn tijd was er in Duitsland was er een pestepidemie. En toen heeft hij de issoer, het verbod om op Yom Kippur te vasten, officieel opgeheven. Omdat dat heeft toen, en misschien nu ook, weet niet, maar heeft toen gezegd, mensen die dus in gevaar zijn, die wanneer wij zouden zeggen hun weerstand vermindert nog, doordat je de mensen op een hele dag niet laat eten en drinken, et cetera, dat is absoluut pekuach nefesh, om het wel te doen, en heeft toen officieel in Soe gegeten, om de mensen te laten zien, jullie hoeven je vandaag niet aan deze, dat is 200 jaar geleden,
Het is absoluut een verplichting om geen... Maar kun je dan wel een allier krijgen? Ja, dan mag je ook een allier krijgen. Ja, in zo'n geval wel, ja. En tegenwoordig zijn er mensen die zeggen dat het afscheren van je baard is een normale zaak en is niet meer een kwestie van treur als je niet laat staan. En er zijn verschillende termen erover in de maak geweest en dergelijke. Maar goed, de trend is toch altijd nog bij ons om je zoveel mogelijk aan de oude minhagim wel te houden. Want ja, weet je, dat is als één keer begint af te brokkelen, dan kan iedereen komen met allerlei redenen van. Hè. Je kan komen zeggen, nou oké, het is niet meer zo erg om je te scheren, want dat hoort bij. Je ben je gewoon wassen en dan mag je in de... Voordat de maand Aaf begint, mag je dat toch ook doen, et cetera. Maar ja, dan komt de volgende en zegt, ja, maar om in de auto te rijden op Shabbos, dat is ook wel niet meer erg, want wat doe je nou voor werk? En de derde zegt, het eten van, dit is ook niet erg. Kijk, zo, dat kun je niet blijven doen. Maar de rabbijnen hebben het altijd in verschillende tijden gepast, omdat er nieuwe... Ja, nieuwe modus vivendi waren. Maar als er een laten we zeggen, toch een basis blijft van waarom iets verboden is en men wil toch niet zo ver gaan dat men dat ook gaat overtreden. Dat is dus het idee van het magon. De magon in Israël voor halachische vragen gaat ervan uit dat vooral bij al die nieuwe ontdekkingen die in de laatste decennia gedaan zijn, die proberen om de basis van... Van die nieuwe ontdekkingen, om die bloot te leggen. En te zeggen, nou, dit is iets wat echt in principe toch hoort bij een issoer, bij vuurmaken. Er is bijvoorbeeld een bekende, de vraag is vuurmaken zoals wij dat doen, is dat een issoer d'oraita of niet? Hè? Voor ons is dat een verbod, daar hoeven we niet door te praten. Maar er zijn de gazonief zegt, het is echt een issoer. Anderen zeggen, het is een midrabanan. Dat betekent niet dat dat je het daar wel mag doen, maar het betekent dus dat de aard van de issoer door verschillende poschim op een andere manier wordt beoordeeld. Hè? Bijvoorbeeld, er zijn tegenwoordig meningen die zeggen dat het gebruik van digitale zaken... Ja, waarmee je geen vuur maakt meer als zodanig, hè, dat zou minder zwaar zijn. Ik ga niet zeggen dat je dat mag doen. Niemand heeft dat tot nu toe heeft dat voorgesteld. Maar dat zijn dingen die staan dus in discussie, zou je kunnen zeggen. Maar de Duitse Joden, waar de reforme eigenlijk vandaan komt, die hebben gezegd dat het is beter dat je naar school komt met een rijtuig. Ja, maar de orthodoxe rabbijnen hebben gezegd, het is niet zo. Het is niet. HaKadosh Baruch Hu heeft liever dat je er niet naar school komt en je houdt je aan de voorschriften zoals die gegeven zijn. En anderen zeggen weer, ja, maar dat is weer geen. Wij beschouwen dat niet als een issue. Ja, dat is de grote strijd tussen de reform en de niet-reform. Atayomazee, tot de dag van vandaag. Maar één ding is zeker, dat wil je de idee van de Shabbos en de Yontov houden zoals die oorspronkelijk eigenlijk zou moeten zijn, dus een dag van echt een spirituele achtergrond, ja, dat je dan toch beter al die dingen die te maken hebben met je dagelijkse dingen, dat je die opzij zet. Dat is natuurlijk toch ergens, blijft dat zo. Nou, gaan we even verder. Dat is een kaf he. De elu kotwin bemoeid. Wij hebben dus de minnek, als het niet nodig is, om niet op Golomoeid te schrijven. Hè? Je weet allemaal dat er mensen zijn, als ze al schrijven, moet er iets, dan schrijven ze schuin. Wij in principe schrijven niet. Maar de mission is echt bijvoorbeeld, er zijn een heleboel dingen die zijn zo belangrijk, dat je wel op Golomoeid, dat je dat mag doen. En daar noemt de Mishnah de volgende ding op. Kiddushei Nashim.
het huwelijksakte. Gittin. Gewoon een get. Ja, wij geven geen get op. Golem weet, voor zover mij bekend, wordt geen... Geen. Nee, maar je ziet, je mag wel een... Je mag wel die dingen schrijven. Ja. 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 En waarom mag je dat doen? Omdat toen de tijd, en dat speelt tegenwoordig ook een rol, waardoor je op bijvoorbeeld ook in de negen dagen mag spreken. Je mag er niet een feest misschien van maken, maar je mag wel de voorbereidingen treffen voor een verloving of voor een verbintenis. Waarom? Om te voorkomen dat iemand anders je bruidegom wegpikt. Met de buik vandoor gaat. Ja, er vandoor gaat, ja. Ja, maar de voorbereiding is toch geen bindende zaak? Voorbereiding? Nou, meer dan niks. Ja, maar het is geen bindende zaak. Nee, het hoeft nog niet bindend te zijn. Maar als je zegt, ik wil er vandaag helemaal niet over praten, en in de tussentijd ontmoet degene met wie je je verbintenis aan wilt gaan, een ander, ja, dat... Dat kan ook gebeuren namelijk als je het geschreven hebt. Sovarin, dat zijn dus... Even onderbreken, ik geloof dat het enige waar een het ervoor is, is als iemand een shetach kan kopen in Eretz Israël en hij is bang dat hij dat Ja, dat zijn inderdaad, dat zijn eventuele dingen, ja. Ja, iets kopen is wel, ja. Sovarin, dat wil zeggen hoe noem je dat? Kwitanties. Kwitanties. Ja, kwitantie. Omdat als je dat niet schrijft en je leent iemand geld, dan komt iemand, ik heb het nooit van u, ik heb nooit geleend, ik hoef niks terug te betalen. Die mensen bestonden vroeger ook niet, dat zeiden. Dat is wel noodzakelijk. Dus kwitanties mag je gewoon schrijven, zeg maar. En verder mag je ook schrijven, Djateke, dat is een, dat zijn een soort testament. Iemand die dus ja, heel ziek is en ziet ook aankomen dat hij voor het einde van de Jontef deze wereld verlaat. En hij wil dus een testament veranderen of in ieder geval of nog iets op schrift zetten omtrent zijn erfenis. Die mag je ook schrijven op Cholam Moed. En Matana, een geschenk, vooral zodat het niet kan worden tegengesproken, hè. Als iemand een groot geschenk doet, kan de ander komen eventueel. En zeg je, nee, het is niet geschonken, het is nog van mij. Veel, een grote schilderij van Rembrandt, noem maar wat. Ja. Ja? Wat kan je daarmee doen? Matana? Dat kun je, Matana, ja, geschenk. Dat mag je schriftelijk vastleggen. Dat je dat geschonken hebt. Of, ja. Gewoon om te voorkomen dat je niet zo noodzakelijke rechtszaken krijgt. Op Proesboel, dat is dit jaar van kracht. Je mag, in principe is het zo dat het smittajaar, het zevende jaar, doet in principe de schulden opheffen. En dat heeft aanleiding gegeven in vroegere jaren tot grote problemen. Maar mensen hebben gewoon niet terugbetaald. Dan zeggen het is winterjaar. Toen heeft het bijstien en toen heeft men ingesteld, was in de tijd Alfa, al in de tijd van de Gemara, een proesboel. Een proesboel is een soort akte waarmee je de schuld en de hele affaire van de schuld overdraagt aan aan de rechtbank, aan de Joodse rechtbank. Ja, dan is de schuld een schuld geworden aan de rechtbank, niet meer aan jou persoonlijk. Ja, de schuld die iemand heeft aan mij een schuld. Ja, nou, die kon komen na het smittenjaar en zeg ik betaal je niet terug. Het smittenjaar heeft alle dingen. Om dat te voorkomen, want het heeft heel veel ruzies natuurlijk en nog erger misschien veroorzaakt, heeft men ingesteld de proesboel. Proesboel is een ander woord voor een
voor een akte, waarmee dus de schuld tussen u en mij wordt overgedragen, als het ware, ja, of over aan de rechtbank. Als tussenpersoon. Ja. Want ze nu, hetzelfde speelt nu met de sancties, met heb ik net in de radio gehoord, met Rusland, ja. Er zijn die hele rijke mensen in Rusland, die overal belangen hebben, ja, die oligarchen, dan is de vraag, kun je met die nog zaken doen of niet zaken doen? Begrijp je? Ja. Ja, op het moment, en dat is dus kennelijk, gebeurt dat, waarin, ik ben niet helemaal op de hoogte, ik ben geen jurist, maar als zij hun hele ding overgeven aan een, weet ik veel, aan een neutrale tussenbank, dan laten we zo zeggen, er zijn allerlei mogelijkheden om dat ze ertussen kunnen komen. Het is natuurlijk hier ook zo dat in dit geval dat men bijvoorbeeld in het zesde jaar een lening wilde nemen, degenen die die lening gaven, die waren pagend, dat ze dan de lening niet meer terugkregen vanwege het smietenjaar. Ja, ja, natuurlijk. Ja? Daarom deed men dat. Maar ik wil alleen maar zeggen, als voorbeeld, dat je kunt kennelijk, ik heb er net een uitzending over gehoord voordat ik hier naartoe kwam in de radio, je kunt kennelijk op een of andere manier kunnen die rijke mensen daar in Rusland, die dus overal contacten en belangen hebben, het zo spelen dat ze eruit springen. Dus mensen op de een of andere manier. Zijn zo rijk dat ze... Ja, dat ze het niet nodig hebben. Maar daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom dat je kunt dus... Ja, dat is een kwestie van juristen. Je kunt dus in principe, als je maar weet hoe je het moet doen, kun je overal gaatjes vinden om er tussendoor te gaan. Ja, dat is... Ja, we hebben het probleem niet. Dan, ik rood Sjoem, we ik rood Mazon. Dat zijn dus... dat zijn akten voor... Waarin het Beit Din schat hoeveel bijvoorbeeld onroerend goed waard is op grond waarvan hypotheken, hè, of huizen. Dat, je kunt dus een rechtbank laten beslissen, als ik een hypotheek wil hebben, ja, hoeveel is mijn huis waard, hoeveel mag ik erop lenen. Dat zijn dat soort akten. Dat soort akten. Sefaria vertaald met taxatie. Waarom? Sefaria vertaald met taxatiebrieven. Ja. Ik hoor maar zo'n onderhoudsbrieven, waarin je dus op je neemt, of in ieder geval je verplicht om mensen te onderhouden. Stare Galitsa umeunim u stare birurin. Dat zijn dus ene zijn een staar dat de Galitsa is uitgevoerd, hè, dat vastgelegd wordt door het Betin of hoe dan ook. En dat mag geen uitstel hebben? Als die persoon wil trouwen, als die vrouw of zo wil trouwen, moet die galitsa hebben. Ja. Umeonim, dus dat is wanneer dat is tegenwoordig niet meer, eigenlijk niet meer van actueel, dus wanneer ouders een meisje onder de leeftijd hebben laten trouwen met een ander, dat kan dat meisje zeggen, ik wil dat niet. En om dat terug te laten gaan, dat kun je ook per akte vastleggen. Ustare Berurin, dat zijn schattingsbrieven. Ugzerot Betin en vaststellingen, Gzerot die een Betin maakt, dus in speciale situaties. En Weegrot Shel Resut. En dat is een heel interessante uitspraak, wat dat betekent. Sommigen zeggen, dat zijn gewoon particuliere briefjes. En dat doet men niet. En er is ook een andere verklaring van. Die verklaring, de Egrot Shel Resut, dat zijn, hoe noem je dat? Vaststellingen van niet-Joodse overheid. Ja, Sefaria vertaald met officiële correspondentie van de regerende autoriteiten. Moet je bijvoorbeeld denken aan Belastingdienst. Ja, dus dan, die moet jij dan, laten we zeggen, tekenen of
te onderschrijven dat je het daarmee eens bent of wat dan ook. Ja. Ja, maar dan geldt toch wel het principe van dienen door goed te gaan dienen. Ja, daar mag je het ook schrijven. Ja. Ja. Nou, zo zie je dat een heleboel dingen zijn toegestaan. En alle gewone dingen die dus kunnen wachten, en met name die dus niet onderhevig zijn aan verlies voor degene wanneer je het niet doet, die kun je beter op Cholom Moed niet doen. Alle andere dingen zou je dus wel mogen doen. Ja. Dan gaat de Mishnah verder. En dat één kotwin starichov bemoeid. En starichov, dat is... hoe noem je dat? Een schuldbrief. Een schuldbrief. Omdat die kun je ook laten liggen. Die schuld kan ik ook na het Jontof schrijven. Ik hoef niet te schrijven dat ik jou schuldig ben. Ja, ik moet natuurlijk wel doen. Maar het is geen verschil voor mij of ik die schrijf nu of volgende week. Die mag je dus niet op Cholom Moed schrijven. Wim eno mamino os eno majogal. Maar wanneer hij weet dat er komt een moment... Dat hij wordt niet meer geloofd als hij dat laat liggen. Of hij moet het nu wel in orde maken. Anders heeft hij niet te eten. Anders krijgt hij die lening niet gedaan. Harzeeg, toch? Dan mag je het wel doen. En nu, één kotwin svarim. Dat is misschien iets wat meer in onze tijd makkelijker te begrijpen is. Één kotwin svarim. Je mag niet schrijven met de hand, hebben we het dan over. Niet met de hand schrijven svarim, boeken. Tvelin, ook geen tvelin. Ook niet mezuzot, bemoeid. De één magiin ot achat. En je mag ook niet verbeteren. Al is het maar één letter, afilu besefer azara, mag niet doen in een boek dat in de azara staat in het voorhof van het Beit HaMikdash. En of schoon dit is, zegt de verklaring, een tzorge rabbim, om schoon die boeken die staan, of de boeken dat waren vroeger rollen dan, hè, die staan in de Azara, in het voorhof van de Beit HaMikdash, waren een tzorg rabbim, werden gebruikt voor de grote gemeenschap. Want bijvoorbeeld de Kohen, die las daaruit op Yom Kippur, Cholakom, maar in ieder geval op Cholom Moed, mocht je daar niet in verbeteren of wat dan ook, omdat het niet iets is wat le tzorg hamoed is, wat echt noodzakelijk is voor de... voor de Jontef. Sommigen hebben een andere lezing en zeggen dat het heeft niets te maken met boeken die stonden in de Azara, in de voor van de tempel, maar de boeken die geschreven zijn en vastgesteld zijn volgens vaste lezing door Ezra. Dus niet Azara, maar Ezra. Dus de oude... Sefaria vertaalde het met Torah-rollen. Ja, precies. En hier krijg je dan weer een tegenspraak waarvan je zegt, nou, in die tijd waar was dat dus niet een uniform verbod, wat het tegenwoordig zou zijn. Want Rabbi Judah meer, kotevadam, tfelin, umezuzot laat smo. Niet, je mag gewoon, als het voor jezelf is, mag je tfelin en mezuzus wel schrijven op Cholom Moed. We tove al jerecho. En letterlijk is dat, je mag weven op je heup. Maar de bedoeling is, je mag dus door een... Als je het doet, niet op de normale manier, maar met een beetje veranderde situatie, mag je ook verven, de tzitzit, met hemelsblauwe verf, omdat altijd één tzitzit eigenlijk blauw zou moeten zijn, wat tegenwoordig wij niet meer hebben. Maar Rabbi Yehuda zegt dus, dat mag je in principe, mag je dat gewoon doen. En ja, weet dat... dat ja, op grond van het psukim, op grond van... dat de ene zegt, ik til zwaar aan het feit dat dit een
een mitzwis om te doen. En je hebt geen tefillin. En ik vind het belangrijk dat je dat hebt. En dan mag je dat rustig doen. Want het is het zorg mitzwe. En dan zegt nee, het had je ook best kunnen doen voor Jontef op de een of andere manier. Je hebt het niet gedaan. Dan moet je het maar niet doen. Ja, dat is dus de, moet je zeggen. De interpretatie eigenlijk. Ja. Dokter Biel, ik denk dat het toch een uitnodiging is, uitzondering is. Namelijk als men een servetouren heeft wat plotseling postel is geworden, dat één letter postel is geworden. Ik spreek niet over de halacha. Ik spreek over wat de Mishne zegt. In de tijd van de Mishne is natuurlijk, heeft men verschillend erover geoordeeld. De ene zei, je mag in de maan niet schrijven, tefillin. En nu ziet Rabbi Judah zegt, je mag het tefillin wel schrijven. Maar omdat, waar gaat het hier om? En hetzelfde geldt dus ook bij een Sefer Torah, zou je kunnen zeggen. Dat zijn dingen van in principe een mitzwe. En de vraag is, hoe ver ga ik om een dwar mitzwe toch toe te staan? Ook wanneer ik het misschien wel had kunnen doen voor Jontef, of niet? Dat je in iets wat niet een mitzwe is, dus een gewone brief schrijft, dat is iedereen het daar wel mee eens, dat je dat niet moet doen. Ja, behalve als je de woorden van ik rotsel resoet, brieven voor gewoon zonder reden, als je dat anders vertaalt. Maar in principe, daar zijn toch tegenwoordig geen verschillende meningen over. Maar de dingen waar een mitzwe is, daar kun je verschillend over oordelen. De ene zegt het mag wel, de andere zegt het mag niet. En hetzelfde heb je met uiteindelijk ook met Shabbos, wanneer het gaat om Pikuach. Nee, maar het gaat om Pikuach Nefesh, natuurlijk niet. Maar wat is Pikuach Nefesh? Je kunt zeggen, tegenwoordig zijn wij met Pikuach Nefesh, ik heb dat altijd zo, toen ik werkte en daar sommige keren dat er problemen waren, over gesproken heb met Rabbanim, is men erg meikel. Pikuach Nefesh, wanneer men twijfel is over Pikuach Nefesh, dat het een gevaar is, dan mag je alles doen. Ja, als iemand, je weet niet of iemand wel of niet nog in leven is, als hij bedolven is onder de puinhopen tegenwoordig, dan mag je hem toch doen om hem te redden. Ja. Maar ja, in wezen kun je over Pikuach Nefesh, kun je ook. Nog geen Shabbat, nog geen Yom Kippur. Pardon? Nee, maar zelfs op Shabbat en op Yom Kippur. Ja, precies. Ja. Ik weet dat ik Johan, mijn zoon, vertelde altijd. Hij heeft een keer over gesproken met Raf Neuwert. En die hield zich natuurlijk uitermate wanneer hem een vraag werd gesteld aan de psak. Maar hij zei wel eens van, kijk, u weet dat een van de redenen waarom je op Shabbat geen medicijnen zou moeten gebruiken, is omdat men vroeger die medicijnen maakte en het met een vijzel, het stampen en maken van, behoort echt tot de hoofdwerkzaamheden die je op Shabbat niet mocht doen. Maar tegenwoordig, dat doet geen enkele apotheek meer. En niemand doet dat meer. En wat je koopt aan medicijnen is of een drank of een tablet. Maar klopt het? Jawel, wel gemaakt. Maar ik bedoel, niet in die zin dat gebeurt. En de vraag, mag je helemaal niet in het alle overheidsmaatregelen? Daarom, ja. Mag je een pilletje, dat is best wel verpakt in zo'n... mag je dat op Shabbos uit... Nou ja, letters kapot maken. Ja, niet iedereen doet het hoor. Niet iedereen doet het. Ik ken een rabbijn in de school die op Charles snoepjes geeft. Die zit een verpakte papiertje. Ja. Ja, ik weet niet iedereen doet het. En ik zou nog sterker vertellen, ik heb mensen in de praktijk gehad, die hebben bijvoorbeeld geen capsules ingenomen, maar die hebben de capsule opengemaakt. En dat wordt door bijna alle poschim wordt dat toegestaan. Die capsules zijn vaak van gelatine? Die zijn vaak van gelatine. Omdat het gelatine is. Vanaf of
bewerkt is, dat het het maagzuur. Precies, daar gaat het. Als de medicijnen in de maag worden kapot gemaakt door de zuur, dan moet je gewoon. Ja, ja, ja. En wat je bijvoorbeeld met die antibioticumcapsules, ja. Amoxicilline, je hebt het ook als drankje. Dus ja. Dat betekent dat, dat je het kunt doen. Maag, ja, ja. Maar hij zei altijd, hij zou zich kunnen voorstellen dat men dat misschien op de duur wel eens toestaat of zo. Hij kan dat niet doen, hij kan niet tegen de zak ingaan. Maar omdat die dingen, dat is nou een voorbeeld van, zijn heel veel mensen die houden zich daaraan op grond van de oude dynim en gegevens. En terwijl je eigenlijk net zo goed kunt zeggen, ja, maar de vraag is, kun je dat zeggen? Het is niet meer zo. Die gassas, die bestaat niet meer. Dus moet ik me daaraan houden? Ja, zeggen wij in principe, zeggen we wel zo. Ja. De kennis was er soms ook. Pardon? De kennis dat medicijnen in de darm opgenomen worden of in de maag opgenomen. Ja, dat is natuurlijk tegenwoordig. Ik weet daar veel meer van. Ja, wat is Pekuach Nefesh? Wat is Pekuach Nefesh? Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen, denk ik. Nou goed, laten we zeggen, hoofdwijn is geen Pekuach Nefesh. Rav Tuvia Hotzegger, zou ik die volgen, heeft zich veel ingezet voor het maken van gelatine van vis. Ja, er zijn heel veel kunstproducten natuurlijk tegenwoordig. Hiervan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar als je kijkt in de boeken en de verklaringen van die dokter Abrams. Dat is echt niet de eerste, de beste. Die zegt ook dat is geen manier van eten. En het is minder dan een shiur. En ja, het is geen smaak, et cetera. Net zoals je bijvoorbeeld op Pesach ook. Er zijn dus poschim in het algemeen. Wanneer je medicijnen moet nemen. En ze zouden gameet zijn. En ze hebben een smaak. Dan wordt er gezegd, als je ze in een ouweltje doet of in een papiertje doet en je slikt het in, en je, ja, dat, dan kun je dat in principe rustig doen. Zo pas kent hij. En hij is niet de eerste de beste. Ik heb hem gehoord, heeft een keer, hij werkt niet meer, zijn pensioen, hè? Hij leeft daar nog. Dr. Abrams, een heel bekende internist in Israël, een hele vrome man, die heeft hier een keer gesproken voor de doktoren in de CIS over harttransplantatie onder andere, en transplantatie. En toen is hij begonnen en heeft hij gezegd, u moet één ding goed weten, ik spreek hierover en ik ben zelf arts en ik weet zelf waarover ik praat, maar u moet goed één ding weten, wat ik hier zeg en wat ik tot de conclusies die ik voor u leg, zijn de conclusies die in overeenstemming zijn met de PSAC van Rav Shlomo Zalman Auerbach. Dan kreeg hij natuurlijk een aantal van de reformmensen gelijk tegen zich. Ja. Want, zo is het nou eenmaal. Omdat de polarisatie heeft ervoor gezorgd dat wanneer je op religieuze gronden iets wilt doordrukken, dat degene die dus niet religieus is met een overtuiging, daar tegenover botst. Zo is het toch? Maar laten we even, ik heb, als we het hebben over de bronnen van Lamassim in de Amida, Lamassim en de afvallige, heb iemand gevraagd, wie wordt erin bedoeld? Wordt er de reform in bedoeld? En ik twijfelde, maar het is wel zo, dat principeel, denk ik dat ze onder de statuten van de reform is toch dat ze de Torah. Laat ik zo zeggen, moet je mee opletten. De bogen van de machinim zijn in eerste instantie, denk ik, zijn daarmee bedoeld. Hè, dus de Baragijnen, zo'n Esre, waarin ik was voorgevraagd om die mensen liever niet in onze omgeving te hebben, de echte Rashaim. Ja? Ja? Ik wil niet zeggen de Oekraïne. Ja, dat ging over de miniem van vroeger. Ja, ja,
Mensen zoals de Oekraïners, die dus heel, heel veel Joods bloed aan hun vingers hebben. Hè? En in tweede instantie, die mensen ja, die met opzet, willens en wetens de wet te treden. Kijk, hier heeft iemand gezegd voor degenen die ons haten en ons wilden vernietigen, waren we allemaal Joden. Heb je? En degene die wij zeggen in het algemeen dat het grootste deel van de mensen die zich niet aan de geboden houden, dat die noemen we toch, dat is een tinoch shenishba. Dat zijn mensen helaas die opgegroeid zijn zonder dat ze echt iets ervan af weten. Dat is niet hun schuld, dat is een groot excuus. Dus dat is wat we ook zeggen in onze gebeden. Ik was morgen hoe een heleboel van ons, ze weten, men weet het niet. Dat zijn de mensen die kun je niet echt beschuldigen, die kun je niet echt veroordelen. En wat is met de reformjoden? Zijn dat afvallig? Het zijn natuurlijk afvallig in die zin dat ik laat ik zeggen, je gaat niet zonder meer bij hun mensen naar Sjoel, omdat zij officieel dus eigenlijk verkondigen dat die en die dingen niet meer hoeven te gebruiken. Kijk, wanneer iemand naar Sjoel komt, ik noem maar iets, op Shabbos met de auto, ja? Of hij eet iets wat niet kosher is. Maar hij doet dat omdat hij... Mensen zijn niet opgevoed op die manier en ze hebben het niet als zodanig geleerd, maar ze verkondigen niet openlijk dat je dat mag, anders dan wanneer je confirmeert aan een gemeenschap die officieel zegt, dit hoeft niet meer. Nee, maar dat is juist het feit dat deze reformleraar, ik zeg geen rabbijn, ik zeg leraren, die hebben een opleiding gevolgd voor zelfdestructie van het jodendom. En dat is wat ze doen. Ja, goed, dat is natuurlijk niet juist. Nou ja, oké, okay, goed. Ja. Goed, ik weet, mijn overgrootvader, die was toen in de jaren, van het eind van de 19e eeuw, was in Hongarije, dat was het congres. Daar kwam die reform eigenlijk voor het eerst ook naar voren. Die heeft zich geweldig sterk daartegen verzet. Ja? Ja. In die tijd. Die wilden ze met nieuwe dingen komen. Dat is natuurlijk als je dat openlijk gaat verkondigen. Dat mag allemaal weer. Ja, dat is een iets ander iets. Hè? Wanneer je zegt, ja, ik ben door rood gereden omdat ik het wist het niet. Het is toch iets anders en ik ben willens en wetens, heb ik het gezegd. Ja. In de laatste tijd zie je gewoon dat het genootschap voor Joodse wetenschappen, die hadden altijd hier, op een gegeven moment ook in de RPG, gingen ze lezingen houden. Toen heb ik het opgezegd. De laatste was dus van de zalen, ook van de Joodse gemeente. Met de LDG. Sommigen nemen dat licht eraan. Ik eventjes, volgende week hopen we weer elkaar te zien hier. Dus voorlopig wens ik jullie allemaal een goede week toe in de Zoom. Kun je het uitzetten? Ja, ik weet niet verder hoe het moet. Ik weet het allemaal niet. Als de Fransen zouden zeggen dat dit wordt. Hij doet het niet. Dank dokter Bion. Ja. Dank u wel, dokter. Ja, oké. Okay.